welkom bij deze nieuwe video. Vandaag, de dag dat ik deze video upload, is het de eerste dag van de herfst. De zomer is helaas weer voorbij. Ik hou echt van de zomer en de lente. Maar de herfst is weer begonnen en ik heb er weer zin in. Ik hou van herfstkleurtjes, bruin, groen en wat meer donkere, warme kleurtjes. Dus het is weer tijd voor mijn allereerste herfst make-up tutorial van 2021. Afgelopen jaar heb ik ook een herfst make-up tutorial gemaakt. Die staat op mijn kanaal als je hem wilt zien. En ik wil gewoon elk seizoen minimaal één make-up look maken gericht op dat seizoen. Dus dit wordt vandaag de eerste look die echt is gericht op de herfst. En er zullen er absoluut nog een heleboel meer komen. Zowel hier op mijn kanaal als op mijn Instagram. Ook ga ik vandaag een nieuwe oogschaduwpaletje gebruiken. Daar ben ik ook echt super benieuwd naar. En ja, we gaan gewoon vandaag een hele mooie full glam herfst look maken. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze herfstlook. Oké, let's do this. Ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik heb al mijn herfstkleuren, bruine achtergrond, donkergroene trui, grote belaatjes oorbellen. Helemaal klaar voor de herfst. Ik heb overal over nagedacht. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies, dagcreme, zonnebrandcreme en that's it. Ik ga vandaag beginnen met de gezichtsmake-up en ik ga mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met de Kiko Charming Escape gezichtsolie. Deze is echt super fijn. Heb ik laatst getest in de video waarin ik heel deze collectie heb getest. En ik vind deze echt super fijn voor onder mijn make-up. En omdat het herfst is, wordt het allemaal weer een beetje droog. En krijgt iedereen een beetje een droge, schrale huid. Vooral ik heb al een droge huid. Dus dan is het fijn om iets vettigs onder mijn make-up te doen, zodat het niet helemaal uitdroogt. Dan ga ik in met mijn Catrice All Matte Foundation. Deze heb ik in de kleur 052 Warm Pancake. 052W. En dit is een hele mooie en vooral betaalbare matte foundation. En dat vind ik wel fijn om te gebruiken vandaag. Om alles mooi mat te houden. En het wordt nu ook niet te droog en te mat. Omdat ik dus die primer eronder heb gedaan. Je kunt ze ook met elkaar mixen als je dat fijner vindt. Maar ik vind het zo gewoon ideaal. Kijk, ondanks dat hij mat is, zie ik nou nog wel een hele lichte glans er doorheen. Als concealer gebruik ik mijn Makeup Revolution Bright Eye Concealer. Deze heb ik in de kleur Medium Light. Dit is echt een hele mooie verhelderende concealer. Ik doe niet al te veel, ik druk het gewoon zo in een beetje. Dit ziet er zo apart uit, net zo'n clown. En dan alles inblenden. En ik blend de concealer ook helemaal zo omhoog uit, zeg maar, om mijn gezicht goed te liften. En dan ga ik mijn gezicht cream contouren met deze XX Revolution Cream Bronzer of Cream Contour of wat het ook is. Het is in ieder geval gewoon zo'n donkere cream in de kleur Candid. Het wordt vandaag ook weer echt een full glam look. I love it. Ik ga ook vanavond naar de bios, dus dan ben ik ook weer gewoon gelijk opgemaakt daarvoor. De kwast die ik gebruik hiervoor is een kleine stippling brush van Makeup Studio nummer 35. Deze is echt ideaal hiervoor. En ik heb een kortingscode voor heel hun website. Staat beneden in de beschrijving. Ze hebben echt de fijnste kwasten ever. En dan pak ik weer de spons waarmee ik de concealer had uitgeblend. En dan ga ik de concealer weer een beetje terugbrengen en inblenden met de cream bronzer. I love it. Dan ga ik in met mijn losse poeder ook van Makeup Studio Translucent Extra Fine nummer 1. En dit is ook echt een van mijn fave losse poeders. Super fijn voor echt letterlijk elke huid. Maakt niet uit wat je hebt. Vettig, mat, normaal. Maakt helemaal niet uit. Deze poeder, ik denk echt dat die geweldig gaat zijn voor iedereen. En dan ga ik hiermee lekker weken, zodat mijn concealer niet gaat creasen en alles goed op zijn plek blijft zitten. Zijn er hier mensen die echt van de herfst slash winter houden? Ik niet. Ik hou van de zomer en de lente. Ik haat de kou. Ik vind het echt vreselijk. Maar ik moet wel zeggen dat qua make-up en zo ik dit wel echt geweldig vind. Want ik hou echt van die diepe, warme, bruinige kleuren en zo. Dat is echt het enige wat ik leuk vind aan de herfst. En dit is mijn verjaardagsmaand. 18 september was ik jarig. Toen was het echter nog wel zomer. Mijn verjaardag valt echt nog net in de zomer. Dus dat vind ik wel leuk. Ik heb ook een hele verjaardags make-up look gemaakt. Staat ook al hier op mijn kanaal. Mocht je die willen zien. Is ook echt een hele mooie soft glam look. Dan ga ik mijn gezicht contouren met dit Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur. Het valt me wel op dat de producten die ik tot nu toe heb gebruikt allemaal echt betaalbaar zijn.
Volgens mij. Ik heb volgens mij niks gebruikt wat niet echt betaalbaar is. Ja, de poeder is een beetje duur. Maar voor de rest heb ik allemaal betaalbare make-up gebruikt. Heb ik niet expres gedaan of zo. Is gewoon heel onbewust. Maar ik vind het gewoon echt hele fijne producten. Alles wat ik vandaag gebruik vind ik sowieso goed. Het enige wat ik nog nooit heb gebruikt is het oogschaduwpaletje. Maar ik moet zeggen dat ik er niet over twijfel dat hij goed gaat zijn. En dan ga ik ook nog in met deze Revolution Brightening Poeder. Is gewoon een brightening witte poeder. En die ga ik dan nog een beetje zo hier aanbrengen om het extra te verlichten. En dan een beetje mijn Action Max & More Fixing Spray om mijn gezicht te hydrateren. Dit haalt het poederige effect op je gezicht echt helemaal weg. En laat de make-up helemaal zo in je huid smelten. I love it. Pak ik ook even mijn kapotte wire. Echt, jongens, ik ben echt zo ghetto. Alles is kapot en zo. Oké, dan komt nou het leukste gedeelte van de video. En dat is de oogschaduw. Mijn gezichtsmake-up is absoluut nog niet af. Maar we gaan straks verder. En ik heb hier het nieuwste paletje van Be Perfect. Carnaval, de Antidote Palette. Dit is de vierde samenwerking met Stacy Marie. Ze heeft al drie andere paletjes uitgebracht. Bracht met hun. Alle drie heb ik nooit gehaald, maar toen deze vierde kwam en ik die kleuren zag, ik dacht echt, dit wordt echt het ideale herfstpaletje. Afgelopen herfst was dit echt mijn paletje, de NYX Ultimate Utopia Palette. Dit is ook echt een geweldig herfstpaletje, die heb ik de afgelopen herfst super super vaak gebruikt. En ik denk dat nou dit echt het herfstpaletje gaat worden. Laten we hem openmaken. Hij is echt super groot. Ik had niet verwacht dat hij echt zo groot ging zijn. Wauw, dit is zo mooi. Jongens, kijk even al deze kleuren. Oh my god. 29 matte kleuren en 16 glanzende kleuren. En we krijgen ook een grote spiegel. Kijk dan dit. Ziet dit er allemaal niet echt prachtig uit. Is ook een beetje opgedeeld in drie verschillende secties. Hierzo heb je alle groene kleuren. In het midden heb je de meer cooltone kleuren. En hier heb je de warme herfstkleurtjes. Dus je hebt echt genoeg kleuren om de hele herfst door te komen. Ik denk dat ik mij vandaag vooral op het groene ga richten. Want die vind ik wel echt heel mooi eruit zien. Maar goed, dit paletje ga ik absoluut nog heel vaak gebruiken. Zowel hier op mijn kanaal als op mijn Instagram. Op mijn Instagram knal ik echt altijd heel veel make-up looks. Dus volg me ook daar als je heel veel looks wilt zien. Dus laten we nu snel gaan inzoomen op de ogen. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus die stap kunnen we overslaan. Oké, wat wordt mijn eerste crease kleur? Oh, ik vind het altijd zo leuk om voor het eerst in te gaan in een nieuw paletje. Het is nog helemaal zo mooi schoon en nieuw. Ik ga beginnen met de matte kleur hier. Die heet Suede. Is een beetje een lichte gelige groene kleur. Die breng ik aan met deze fluffy kwast van Zweva nummer 228. En die doe ik zo in mijn hele arcadeboog. Het is een beetje een geel met een groene ondertoon ofzo. En ik maak van dit soort ronde bewegingen. Want ik wil de look vandaag een beetje rond houden. Want ik ga vandaag een halo look maken. Dan ga ik in met de groene matte kleur hier. Die heet Dusty. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En dan gaan we alles een beetje extra groen maken. Dan ga ik in met de nog donkerder groene matte kleur hier. Die heet Ash. En ook die gaat in mijn arcadeboog. En ik blijf weer een beetje onder die andere kleuren. Ik ga vandaag echt superveel groene kleuren mixen. In het echt is het een tikkietje donkerder dan op beeld. Maar echt heel erg mooi. Dan ga ik in met de donkerste groene matte kleur. Die heet Mystic. En nu ga ik echt het halo effect creëren. Ik ga die kleur aanbrengen in beide hoeken. Ik begin hier in de hoek hier. En dan gewoon zo drukken op mijn ooglid. Oeh, die kleur is heel mooi. Het is bijna een zwart. Maar je ziet nog wel dat groenige, zeg maar. En dan ook zo hier in de binnenste ooghoek. En dan ga ik ze een beetje zo blenden bij de randen. En dan blend ik ze ook, zeg maar, zo naar elkaar toe in een rondje. Ik gebruik een platte fluffy kwast hiervoor. En ook blend ik het niet te ver naar buiten. Het moet wel allemaal een beetje hier laag blijven. Dan pak ik weer die fluffy kwast van net. Er zit nog een klein beetje groen op. En dan ga ik weer zo over de randen om alles mooi in elkaar te blenden. Nou, dit ging echt fantastisch. I love it. Nou ga ik al deze matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, dan ga ik weer in met deze fluffy kwast. Er zit nog een heel klein beetje groen op. En dan ga ik het een klein beetje zo blenden naar buiten. Maar echt maar een heel klein beetje. Dat er gewoon zo'n vlaagje kleur, zeg maar, naar buiten gaat. Dan pak ik deze groene glanzende kleur. Die heet Venom. Wauw, kijk hoe mooi. Super heftig.
En die breng ik zo in het midden aan voor dat halo effect. Wauw, dit gaat echt super heftig zijn omdat de matte kleuren zo donker zijn. Hoe donkerder de matte kleur is, hoe heftiger de glanzende kleur gaat poppen. Ik breng hem ook best wel hoog aan, want ik wil dat je de kleur nog wel kunt zien als ik je gewoon zo straight aankijk. Oké, dan pak ik weer die platte fluffy kwast waarmee ik die donkere matte kleur heb aangebracht. En dan ga ik een beetje blenden in die glanzende kleur, want ze moeten mooi in elkaar overgaan. En niet dat je zo'n harde lijn ziet. Kunnen we even beseffen hoe mooi dit is. De glanzende kleur is ook echt super glanzend. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur, die heet Glitzen. En die breng ik dan zo aan hier in de binnenste ooghoek. En dit is dan de oogschaduwlook. Ik vind het echt fantastisch. I love it. Ik ga deze Warrior mascara gebruiken van Flower Beauty. En dan deze nep wimpers van de Primark in de stijl 730. En dan kom ik zo bij die terug. Oké, ooglook is helemaal af. Ik vind het echt fantastisch. Super mooi. Ik heb ook mascara aangebracht op mijn onderste wimpers. En een bruin oogpotloodje in mijn waterlijn. Nu ga ik mijn gezicht bronzen. Daarvoor gebruik ik deze Huda Beauty Glowish Bronzer in de kleur 03 Tan Light. Dit is echt een super mooie bronzer. Hij is niet te warm. Het is een klein beetje een neutrale kleur, zeg maar. En aangezien ik al een hele warme look heb gemaakt, wil ik alles niet te oranje hebben. Ik gebruik voor blush deze W7 Rebel Blush. Dit is in de kleur Strip Tease. Is een beetje een neutrale, warme, matte kleur. Wauw, dit is echt een hele mooie blush. Deze blush is echt super goedkoop. Deze is ook nieuw, heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik vind hem echt prachtig. Wauw, ik ontdek vandaag allemaal fantastische make-up. Voor highlighter gebruik ik dit Pixie paletje in samenwerking met Denise. Make-up by Denise. En ik ga vandaag deze kleur hier mixen met de kleur hier. Dus een beetje geel-goud en deze iets lichtere kleur om deze kleur weer iets lichter te maken. Dan ga ik deze twee kleuren mixen, de twee beetje donkere kleurtjes. En die breng ik dan een beetje hier aan voor een glow op mijn voorhoofd. En een beetje uitblenden met mijn vingers. Dan pak ik weer deze lichtere kleur. En die breng ik aan op mijn neus. Zo'n paletje is dus super handig. Omdat je gewoon voor elk gebied een andere kleur kunt gebruiken. En dat vind ik altijd fijn. Want ik wil niet overal één kleur hebben. Kijk, super mooi. Ik heb ook niet al te veel aangebracht. Als je een heftigere glow wilt, je kunt altijd meer aanbrengen. Dit paletje is echt fantastisch voor een heftig glow, een soft glow, wat je ook wilt. Echt een super fijn paletje. Oké, dan als laatste de lippen. Wat voor herfst lipkleurtje gaan we aanbrengen, jongens? Ik denk dat ik een beetje voor een bruine glossy lip ga. Ik ga eerst in met dit lippotloodje van Juvia's Place. In de kleur Cola. En dan deze Make It Big Lip Gloss van Morphe. In de kleur Big Sweet Tea. Dit lippotloodje is hier, by the way, niet te koop. Maar er zijn genoeg andere merken die ook gewoon donkere bruine lippotloodjes hebben. Zoals bijvoorbeeld NYX. Nou ga ik in met deze gloss. Deze gloss is wel gewoon te koop bij ons. Of hij is er bij Douglas of gewoon op de EU-website van hun. Deze glossjes zijn echt super mooi. En ze maken je lip ook echt zo voller. I love it. Super mooi. Kijk dit dan. Het staat echt heel mooi met de look. En dan als laatste fixing spray. Ik ga voor mijn Benefit Professional spray. Want die gaat alles mooi smooth maken. En ervoor zorgen dat mijn make-up de hele dag goed blijft zitten. Nou mensen, wat vinden we van deze 2021 herfst make-up look? Het is echt super goed gegaan. Ik vind het een super mooie look. Ook met de oorbellen en deze super lange vlecht. I love it. Ik hoop dat jullie de video net zo leuk vonden als ik zelf. De look is echt helemaal perfect gegaan. Alles wat ik vandaag heb gebruikt raad ik ook aan. En jongens, dit paletje, als je op zoek bent naar een goed herfstpaletje, dan is dit echt het ideale paletje voor jou. De kwaliteit is echt heel erg goed. De look is echt super mooi geworden. Alles blenden mooi in elkaar in. De glanzende kleuren waren ook heftig. Ik vind het echt fantastisch. Deze ga ik echt nog heel vaak gebruiken. Als je nog een andere soort herfstlook wilt zien, let me know. Misschien een betaalbare versie of een makkelijkere versie, een meer naturel versie, andere kleuren. Let me know wat jij graag wilt zien hier op mijn kanaal of op mijn Instagram. Maar als ik denk aan herfst, is dit echt een look waar ik aan denk. Groen, donkere lippen, bruine kleurtjes. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!